Het was debutantendag vandaag. Ja, precies. Veel geblesseerden. En daar ga je automatisch naar de jeugd kijken. En die hebben meestal nog niet gedebuteerd. Dus dan krijg je automatisch debutanten, denk ik. Maar de jeugd heeft de toekomst. Ja, ik hoop het wel. Ik denk het wel. Als je zo kijkt naar vandaag. En naar de jeugdopleiding van Utrecht gewoon sowieso. Dus denk het wel, ja. Vorige week hing het al een beetje in de lucht, je debuut. Vandaag was het zover. Wanneer wist je het? Dat ik vorige week op de bank moest zitten? Of nee, dat je vandaag zou spelen. Ik kreeg het afgelopen week te horen. Yannick Koort was geblesseerd geraakt en de trainer was naar me toegekomen. En hij zei, je bent de eerste keuze in principe die gaat spelen. Dus eigenlijk wist het woensdag of dinsdag. Dinsdag volgens mij. Nee, woensdag was het. En dat ik in de basis zou gaan spelen. Dus ja, wel heel leuk. Hoe is zo'n week dan? Want ik vroeg vooraf aan de trainer, hoe is hij deze week? En hij zei, ja, je merkt wel dat hij wat gespannener is dan de anderen. Logisch natuurlijk. Maar hoe heb je dat beleefd, die aanloop naar die wedstrijd? Nou, ik denk, ik was niet eens al heel erg gespannen eigenlijk. Het was voor mij gewoon even wennen, want het is natuurlijk veel hoger niveau. Ik speel in principe het hele jaar in de jeugd in A1. En het niveau is gewoon hoger, dus dan ben je in principe gewoon een beetje onwennig. Maar heel erg gespannen niet. En ik heb gewoon proberen mijn eigen ding te doen. Ik ben niet... niet te veel risico nemen, gewoon een beetje op safe spelen. Dus gewoon een beetje meegaan in het niveau. Niet zoveel bijzonders eigenlijk. Die Traoré kan wel aardig voetballen, hè? Ja, zo'n leuke spits. Ja, in de competitie heb ik er nog niet tegen gestaan in de jeugd. Maar zo'n goede spits inderdaad. Ja. Hoe was het om hem te bespelen? Want één keer maakte hij een beweging. Ja, ongelofelijke beweging. Toen had je het even lastig. Maar hoe was het de rest van de wedstrijd? Aan het begin is het natuurlijk even wennen. Ik bedoel, nog nooit tegen zo'n spits gespeeld. En dat zag je in het begin denk ik ook wel een beetje, gewoon een paar momenten, dat het allemaal net iets te laat gaat, zeg maar. Maar ik denk dat ik na de vijftiende minuut is goed opgepakt. Ook gewoon als team stonden we denk ik beter. En toen is het eigenlijk wel goed gaan, ja, dat hij één keer een mooie actie maakt. Ja, dat is een mooie actie. Daar kan ik verder niet heel veel aan doen. Het kan gek lopen, hè? Jij viel op het laatste moment af voor de selectie van onder 17, het EK. Al die jongens daar hebben nog geen debuut gemaakt in de Eredivisie. Jij valt er dan net uit. En jij pakt je kans. Ja, klopt. Dat is een geluk bij een ongeluk volgens mij. Ja, dat is wel leuk. Het is jammer natuurlijk dat ik niet meega naar het EK. Dat is me op het laatste moment verteld. Maar ja, dat hoort ook bij voetbal in principe. Dus heb ik bij Utrecht gewoon mijn best proberen te doen. En ja, gelukkig mag ik dan mee met de eerste. En mag ik dan ook spelen. Dat is heel leuk. Giovanni Troppé mocht wel mee. Hij kwam voor jou in de ploeg. Hij gaf jou de complimenten. Je had het goed gedaan. Wat vond je van hem? Ik vond Gio goed spelen. Hij deed gewoon zijn eigen ding. Gio is eigenlijk altijd gewoon goed. Dus Gio deed het goed. Constante factor. Precies, constante factor. Nog één ding, we kennen jou natuurlijk nog niet zo goed. Wat voor speler ben je en wat mogen we verwachten van je de komende jaren? Wat jullie mogen verwachten van me weet ik niet. Dan moet ik proberen gewoon hard te werken en goed mijn best te doen. Gewoon zo door blijven gaan. En ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk in het eerste te spelen. En ik ben een verdediger. Ik kan goed voetballen. Ik probeer altijd voetballende oplossing te vinden. En verdedigen kan ik nog wel wat leren. Ik denk dat daar mijn grootste stappen liggen. Maar daar moet ik gewoon hard aan werken. En het voetballen zit wel goed bij mij. Je bent nog maar een B-junior. Ja, ik ben nog wel jong natuurlijk. Ik ben nog maar een B-junior. Dus alle tijd, maar ja, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk nog beter worden natuurlijk. Er is één dag die je nooit zal vergeten. Dat is je debuut in de Eredivisie. Hoe ging het? Ja, zeker. Heel blij met mijn debuut. Ik heb goed gespeeld, denk ik. Wel een leermoment. Maar die neem ik weer mee naar de volgende wedstrijden. Ik hoop dat die gaan volgen. Maar ik ben erg blij mee met mijn debuut. Op zo'n hoog niveau, Eredivisie. Gelijk tegen een topper, Vitesse. Ja, dus ik ben erg trots op. Merkt hij meteen dat het een hoog niveau is? Ja, tuurlijk. Het gaat allemaal een tandje sneller dan je gewend bent. Maar op zich ga je er wel snel in mee. Alleen moet je dan natuurlijk wel sneller vooruit denken dan dat je gewend bent. Dus het niveau is zeker hoog, maar ik hoop dat er meer gaat volgen. Was je niet een beetje moe? Want je hebt het EK onder 17 achter de rug. 3 wedstrijden gespeeld, donderdagavond pas terug. Ja, dat is nog wat allemaal. Ja, klopt. Ik heb veel wedstrijden gespeeld de laatste tijd. Het EK helaas niet door de groepsfase gekomen. Dus ik kwam donderdagavond thuis rond 11:30. Toen vrijdag doorgekregen dat ik met de eerste mee moest trainen. En je gaat van het ene moment in het andere moment. Het is misschien wel zwaar, maar zo'n mooi moment. Dus daar krijg je heel veel energie van. Een soort rollercoaster. Ja, precies. Zo kunt u het wel noemen, ja. Ja. We kennen je natuurlijk nog niet zo goed. Wat mogen we van je verwachten de komende jaren? Met andere woorden, wat voor speler ben je? Ik ben rechtsback. Mijn kwaliteiten zijn vooral verdedigen, ben ik heel erg sterk. Daarnaast wil ik graag opkomen, meedoen aanvallend, maar dat is niet de belangrijkste taak, dus dat is verdedigen. Ik hoop dat dat nog veel wedstrijden gaan volgen in FC Utrecht 1, dat is de droom en daar ga ik dan naartoe werken. Die andere debutant, Jelle de Lange, staat ook bij onder 17, net afgevallen. Die zou vorige week misschien al zijn debuut maken. Hebben jullie te veel over gehad samen?
Ja, natuurlijk hebben we het er samen over gehad. Dat is een mooi moment in je carrière. Het begin van je debuut in FC Utrecht 1. Veel samen over gehad, over gesproken. En ja, zo samen naartoe geleefd eigenlijk. Ja, dan is het misschien wel het mooiste als jij erin komt voor hem. Ja, zeker. Dat was een erg mooi moment. Ik ben hele goede vrienden met Jelle. Dus als we elkaar kunnen afwisselen, ja, is echt een top moment samen. Vond je dat hij het deed? Ja, Jelle heeft het goed gedaan, zeker. Basisdebuut, toch spannend. En hij heeft zeker goed opgepakt. Dus ik ben heel trots op hem. Ja. Je mag ook trots zijn op jezelf, toch? Ja, zeker. Ik ben zeker trots op mezelf. Dat is een mooi moment. Ja. En nu de komende jaren. Wanneer ben je een volwaardige basisspeler? Ja, dat zou ik eigenlijk nog niet weten. Ik ga gewoon aan mijn verbeterpunten werken. En zo doorgaan. En dan hoop ik zo snel mogelijk bij het eerste te komen. Maar de weg is nog lang. En ik ben op de goede weg in ieder geval. Ja. Ga genieten van deze dag. Dank u wel. Het was debutantendag vandaag. Ja, echt. 3 debutanten. Waaronder ik. Dus mooie dag voor 3 jongens. Jelle de Lange stond er al in, toen kwam Giovanni Troepé erin. Toen dacht jij van, nou, laat mij ook maar. Ja, precies. Ik kreeg de kans van de trainer om nog de laatste 5 minuten in te vallen. Dus dat was mooi voor mij. Had je het verwacht? Ja, ik zat op de bank en we waren krap in de verdedigers. En de laatste tijd speel ik op een verdedigende positie. Dus ik had er wel rekening mee gehouden in ieder geval. Ja, we kennen jou natuurlijk nog niet zo goed. Wat mogen we van jou verwachten de komende jaren? Wat voor speler ben je? Nou, ik ben een, ik wil wel zeggen teamspeler. Ik kan goed ballen afpakken en voetballend kan ik heel goed vooruit spelen. Dus ik ben meer de bindende man meestal. Oh, je bent van de verbinding, de lijm in het team. Van de verbinding inderdaad. Beetje lijm. Ja, klopt. Maar ja, deze dag, er is maar 1 keer dat je debuteert. Dit ga je nooit vergeten. Ga ik nooit meer vergeten, nee. Het is een moment voor het leven, dus ik koester dit voor altijd. Ja. Nu is de ziekenboeg natuurlijk heel vol bij Utrecht. Is er dus de kans voor jullie om te debuteren. Hoe kijk je naar je kansen voor volgend jaar om eventueel in het team te komen? Nou, er komen 2 nieuwe trainers, dus ik weet nog niet wat mijn kansen zijn. Ik zal me gewoon moeten bewijzen in de voorbereiding en van daaruit hoop ik aan te sluiten. Want je bent net 21 geworden. In de Eredivisie ben je dan stock-out. Ja, dat klopt. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen pad, zeg ik altijd. En het gaat er niet om waar je begint, maar waar je eindigt, zeg ik altijd. Dus dat is mijn motto. En teamspelers komen het verst, hè? Ja, precies. Inderdaad. Zeggen ze wel eens dus. Ik hoop het.